En nog wat andere berichtjes. Hier van Anna van der Molen. Gefeliciteerd dat je niet in de Europese Unie zit op. Ja. Dus zo zit ik wat te koekeloeren naar de computer. Beetje te wachten op het voorjaar. Alles is eigenlijk voorbereid. Omdat alles nu redelijk rustig is, neemt Kees de tijd om eens goed door de vragen van kijkers te gaan. Hier nog wat reacties. Bewonder jouw kalmte. Nou goed, af en toe is het best spannend natuurlijk, maar nogmaals. Nog steeds niks in vergelijking tot met wat die mensen daar aan de frontlinie meemaken en de soldaten die daar in die loopgraven zitten. Sterkte en hoop op een goede afloop, zeker. En je doet veel voor die mensen, maar die mensen doen ook vooral heel veel zelf. Ja, we doen het allemaal samen. Oké, ik kan me echt voorstellen dat je commentaren hier niet meer leest. Nee, inderdaad. Maar nu een beetje tijd dus om die commentaren te lezen. Tja, veel keuze is er ook niet. Je kan in paniek weg gaan rennen. Of andere rare dingen gaan doen. Maar ja, schieten we met z'n allen ook niet zoveel meer op. En weet je, het is al 2 jaar oorlog, dus je raakt er ook wel een beetje aan gewend. En als je nagaat, de Eerste Wereldoorlog heeft 4 jaar geduurd, dus daar zijn we al op de helft van de Eerste Wereldoorlog. Dus misschien moeten we nog 2 jaar. De Tweede Wereldoorlog heeft 5 jaar geduurd, dus dan zijn we bijna op de helft. Dus we moeten nog 3 jaar ongeveer. Ja, daar hebben ook heel veel mensen gewoon volgehouden. En wij leven nog niet in bezet gebied. Dus wij hebben ook niet te maken met dagelijkse repressie van nazi's of in dit geval dus van Russen. Dus daar hebben wij gewoon geluk mee gehad. Alle mensen in die tijd hebben dat toen ook gewoon 5 jaar lang vol, of ja, gewoon, 5 jaar lang volgehouden en uiteindelijk het kwaad overwonnen. Dus ja, wij moeten gewoon daarmee doorgaan. En daar alles tegen doen om dit kwaad weer terug in het hok te drijven. Nou ja, dan kan men beter een beetje rustig blijven. Even kijken. Leuk om te zien, maar vraag is dit waar je werkt of waar je baas van bent? Ik werk daar en ik ben daar baas. Als baas moet je ook werken. Helaas of gelukkig. Nee, ik denk gelukkig, anders wordt het ook maar saai. En je moet het toch zelf, wat dit samen doen. Als team, weet je, ik kan ook niet alles alleen doen. En er werken 400 man bij ons. En dat doen we echt met z'n allen. En nou, dat doen we al meer dan 20 jaar, dus dat gaat eigenlijk op zich best wel aardig. En daar gaan we rustig mee door. En ik heb nog 3 partners in het bedrijf. En dat gaat eigenlijk ook allemaal. Supergoed, samenwerking gaat mooi. Dus daar gaan we rustig mee door. En hier, ik hoop dat je terug naar Nederland komt. Nou ja, dat is vrij makkelijk. Maar ik hoop niet dat over 1 of 2 jaar die mooie nieuwe stal in Rusland staat. En daar werken we dus ook voor. En nog wat andere berichtjes. Hier van Anna van der Molen. Gefeliciteerd dat je niet in de Europese Unie zit op. Ja, dat is natuurlijk een gevoelig thema. Maar ik denk dat de oorlog in Oekraïne wel aangeeft hoe belangrijk de Europese Unie is. Vooral voor vrede en veiligheid. Want daarvoor is het denk ik toch opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Dat al die verschrikkingen van oorlog in die decennia en eeuwen daarvoor niet meer zou plaatsvinden. En dat heeft eigenlijk best goed gewerkt de afgelopen 70, 80 jaar in ons gedeelte van Europa, zeg maar. En dat hebben alle omringende landen ook gezien. En daardoor dat is denk ik voor hun ook een van de belangrijkste redenen
om daarbij aangesloten te zijn. Dat je toch een groot soort van machtsblok bent waar je makkelijker kan verdedigen tegen zulke soort terroristen als Poetin. En er zijn wel meer van dat soort onbetrouwbare leiders, zou je zeggen, maar dictators in de wereld. En als klein Nederlandje of als relatief klein Duitsland ten opzichte van Amerika of Rusland in dit geval, stel je toch nog niet zoveel voor. Maar samen als Europese landen stel je heel veel voor. En dan kan je dit soort gevaren waar Rusland nu mee bezig is makkelijk aan. Maar ja, als je met zoveel mensen bij elkaar bent, heb je ook gewoon regels nodig. En ter vergelijking, Nederland heeft ongeveer nog bijna 20 miljoen mensen. In Oekraïne, bijna 40 miljoen mensen in Oekraïne. Eigenlijk een beetje minder. Nederland heeft denk ik 17 miljoen mensen, in Oekraïne 34 miljoen mensen. Twee keer zoveel. Maar het oppervlak van Oekraïne is 20 keer zoveel. Dus daar heb je gewoon veel meer ruimte. Daar zijn veel minder... is veel minder vee in Oekraïne. Dus wij kunnen alle mest die door het vee geproduceerd wordt vreselijk goed gebruiken. Daarmee zijn we ook weer onafhankelijker van de kunstmest. Dus dat is niet te vergelijken. En ik denk dat Oekraïne prima bij de EU past. Weet je, de EU is meestal niet de markt voor Oekraïns graan. Dat gaat allemaal via de Zwarte Zee de wereldmarkt op. Oekraïne is dus nu op zoek naar alternatieve routes. En er wordt hier en daar natuurlijk wel eens misbruik van gemaakt. Dat het lokaal in Polen of Hongarije of Roemenië verkocht wordt. Maar daar is het uiteindelijk niet voor bedoeld. En daar gaat het in de toekomst, als die oorlog voorbij is, ook niet naartoe. Omdat de logistieke efficiëntie via de Zwarte Zeehavens zo goed is. Dat het niet zoveel zin heeft om het spul naar West-Europa te brengen met trein of vrachtwagen. En er is eigenlijk in Oekraïne een plek staat, ook voor West-Europese boeren. Ik kan me voorstellen dat het nu wat lastig is om deze kant op te komen, of om naar Oekraïne te gaan. Maar in de toekomst, vooral voor veehouders, is er denk ik heel veel plek. En nogmaals, samenleven in een Europese Unie, je hebt regels waar je een beetje aan moet houden. En als burger in de democratie heb je ook niet alleen recht op, maar je hebt ook plicht op. Je moet een beetje bijdragen aan de democratie. En dat valt niet altijd voor iedereen even positief uit. Maar goed, dat is beter dan oorlog. En dat maken wij nu, ondervinden wij nu aan de lijve. En daarvoor is de EU zo belangrijk dat je dat eigenlijk dus niet hoeft mee te maken. En als je het niet meegemaakt hebt, dan weet je dus niet hoe erg het is. En als iedereen het nieuws een beetje goed volgt en intensief volgt, dan mag je blij zijn dat je in de EU zit en geen directe oorlog op je eigen grondgebied hebt. En ook nog even hier een vraagje over de oorlog en overeenkomst tussen Oekraïne en Gaza. Dat is lastig, maar ik denk dat... Daar heb ik natuurlijk niet veel verstand van. Het is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Maar goed, wat Rusland in Oekraïne doet, dat doet zeker niet onder voor wat daar in de Gazastrook plaatsvindt. Eigenlijk wat Rusland in Oekraïne doet is een combinatie van wat Hamas gedaan heeft en wat Israël nu in Gaza doet. En ik denk dat Hamas een soort van pion is van Iran. Heeft ook wel eens in de krant gestaan. En Iran is goed bevriend met Rusland. En de Houthis in Jemen zijn ook goed bevriend met Iran. Dus die worden bevoorraad door Iran met wapens, net zoals Iran Rusland bevoorraadt met wapens. Met die Shahid kamikaze drones die ook over onze boerderijen gevlogen zijn. Dus weet je, het is voor Iran een kleine moeite om tegen Hamas en de Houthis te zeggen van jongens, stook wat onrust daar. Op verzoek van Rusland wellicht. En dat leidt dan de aandacht af van de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. En kunnen ze dus vrolijk hun gang gaan en is misschien het Westen minder bereid om wapens te leveren.
Ja, en dat, die instabiliteit die zo ontstaat, dat is alleen maar in het belang van landen zoals Rusland en Iran. Waar een soort van, ja, toch wel echt dictators zitten op. Die zijn gebaat bij chaos. En wij in Europa zijn gebaat bij stabiliteit en voorspelbaarheid. En we kunnen minder makkelijk omgaan met chaos. Dus ja, wij moeten gewoon wel daadkrachtig blijven reageren. En opstaan tegen wat Iran en wat Rusland doen. Als ze dat niet doen en als ze dat niet met krachten onderdrukken, ja, dan blijft deze ellende de komende tijd nog een poosje doorgaan. Dus ik denk dat het wel met elkaar te maken heeft, Gaza en Oekraïne. Maar vooral dat die Gazanen vooral ook misbruikt worden door de, ja, door de invloed van Iran en daarmee ook de invloed van Rusland. En hier nog een laatste reactie. Wel grappig. We kan die man schaatsen. Vliegt in iedereen voorbij. Zo goed kan ik niet schaatsen. Ik kan wel redelijk schaatsen, maar de schaatsconditie is wel een beetje weg. Ik werd ook nog wel van alle andere kanten voorbij gevlogen. Maar dat heb ik niet op film, want dat kostte me te veel moeite. Dit is hier helemaal te gek. Er kwam net iemand tegen. Maar goed, het is natuurlijk prachtig om zo te schaatsen. En, ik hoop dat we deze winter nog een paar keer kunnen doen. En in de komende jaren elk jaar kunnen doen. Maar goed, dat zullen we met de klimaatverandering zien of dat mogelijk is. In Oekraïne is er ook al minder ijs. Er is nu wat dooi ook in Oekraïne trouwens. Het ijshockey-ijs is wat prutterig. En de weersvoorspelling is ook zo'n beetje rond het vriespunt, dus het zal niet echt beter worden. Ja, we zullen zien, hopelijk komt er nog een paar weken mooie vorst. Ook ontvangt Kees een update uit Oekraïne. En ondertussen hebben de jongens in Oekraïne met de sleepslang het mes per se ook nog heel eind leeg gepompt. Dus dat heeft de druk, had de druk ook wat van de ketel. Kies weer medic. Свіжий слід сьогоднішній. Оцього всього вчора не було. Kunnen we rustig weer mest produceren. Afgelopen jaar hebben we 10.000, 11.000 hectare met vaste mest en vloeibare mest bemest. Dus dat is super. En komend jaar is het weer het plan. Dus dan hebben we eigenlijk ook straks steeds minder en minder kunstmest nodig. Dus daar gaan we voor.